zondagmorgen 2 november. Ongeveer half zes is het nu. Waarschijnlijk, het is ongeveer half zeven. Wakker worden in Zuid-Afrika. We zien hier een groot steppengebied. Alle kleine boompjes. De zon is al lang op. Ik word straks gewekt, want we hebben gevraagd om half zeven. Het is nog geen half zeven. Ik zie daar mensen in die steppen staan. Nou, en hier zie ik in een pochette van de premier Klaus. Dat is het wasbakje wat onder het tafeltje is. Ik heb vannacht heerlijk geslapen. Ik ben zo hier dan wakker geworden door de trein, maar dat is eigenlijk een heel makkelijk punt. Als het goed is, naderen we nu Johannesburg. Het duurt een uur of meer. Genoeg van de steppen gezien. Om ongeveer 10:45, 10:50 komen we in Johannesburg aan. Dus dat duurt nog een uurtje of vijf.